Welkom terug bij Z2D. Het is feest, want we hebben voor het eerst in bijna tien jaar weer een begrotingsoverschot. Kijkt u mee, dat betekent dat er eindelijk weer meer geld de staatskas inkomt. Hier is het net te zien dan dat eruit gaat. En dat betekent weer dat we miljarden Extra kunnen besteden. Robin, jij hebt het voor ons uitgerekend. Hoeveel miljard? Nou, je kan, um, ik denk in de volgende kabinetsperiode, kun je gewoon weer naar een tekort van uh, pak een beet uh, 1% van het BBP toe. Dat is zo'n 7 miljard. Maar voor zo'n hele kabinetsperiode krijg je dan ook allerlei inverdiende effecten, hè? Want als je dan lastig gaat verlichten of meer gaat uitgeven, gaat de economie wel harder lopen, komen er weer geld binnen. Belastingen bijvoorbeeld. Exact. Dus, uh, dus ik denk dat, uh, dat een volgend kabinet, die, kan, die heeft zomaar 10 miljard te besteden. Kijk eens aan, en laten, dat elk jaar hè? laten we daar uh, een voorschot op nemen. Die 10 miljard. De hamvraag is natuurlijk: waaraan besteden we dat? Ik ja. heb vijf opties voor je. Okay. Uh, laten we maar, maar eens beginnen met de eerste: dat is uh, extra investeren in onderwijs. Goed plan? Ja, ik denk dat het op zich is: uh, extra investeren in onderwijs is best een uh, goed plan. Dat zijn natuurlijk uh, her en der best wel dingen waar het echt beter kan: salarissen maar... voor leraren omhoog, studiebeurs. Weer terug van een leningaangifte? Nou, dat laatste van de studielen, weer een studiebeurs maken, is eigenlijk een vorm van lastenverlichting. Maar eh, meer andere eh, onderwijzers, de, de, de lonen wat omhoog, op zich, helemaal niks op tegen. Maar daar, daar, daar krijg je gewoon 10 miljard, dat is echt heel veel geld. Hè? Want, dan heb je het over tienduizenden banen, eh, die er dan eh, bij zouden komen. Dat, dat krijg je gewoon niet kwijt. Dus eh, 10 miljard lijkt me. Eh, te veel ook voor het onderwijs. 10 miljard krijg je niet op aan alleen nee. onderwijs. Wil je er wel een miljard of 2 miljard aan besteden? 2 hmm, miljard is denk ik wel echt het maximum. Kijk eens aan. Hebben we nog 8 miljard over? Ja. Uh, investeren in wegen dan? Nou, Nederland is gewoon af. Uh, er zijn de afgelopen jaren heel veel wegen verbreed. Uh, alles wat nog een beetje smal is, dat staat al op de rol om verbreed te worden, is ook eigenlijk al uh, gefinancierd. Uh, de trein, metro het staat er allemaal eigenlijk heel goed voor. Uh, dus je hebt eigenlijk. Ja, er zullen wel iets aan mensen zijn. Maar je hebt er eigenlijk geen extra geld voor nodig. Noemen we niet. AWL heeft dat dan. Dat is een uh, kritiek punt. Ik denk dat het kabinet Krol 1 die meteen weer. Terug naar beneden zou brengen, terug omlaag zou brengen. Ja. Goed plan? Nee, dat is miljard. zeker. Ja, het is, hoop, het is een hoop geld, maar het is echt geen goed plan. Als we die, die AOW-leeftijd weer naar beneden brengen, dan uh, zorgt dat voor allerlei secundaire effecten. Hè, mensen, het arbeidsaanbod gaat omlaag, dat kost je economische groei. Pensioenfondsen komen verder in problemen. Uh, dus uiteindelijk, uh, als je dat echt wilt, dan heb je veel meer dan 10 miljard uh, nodig. Uh, dus dat red je überhaupt niet. Dus je kan uh, die AOW-leeftijd echt beter gewoon uh, houden waar die nu is. Kunnen we niet betalen? Moeten we 10 jaar? 10 miljard over. Hebben. Ergens uh, in die buurt. Ja. Oké. Okay. Um, dan maar gewoon heel keurig onze staatsschuld aflossen. Is dat een goed plan? Ja, dat, dat daar, daar heb je dus geen enkel voordeel van. Hè. Op zich, die rente is al zo laag dat je van met aflossen wordt het, wordt het echt niet beter. Maar waarom uh, niet minder schuld is toch altijd fijn? Ja, hoor? maar je betaalt er nauwelijks rente op. Um, we, hebben, nou, we hebben geen aflossingsverplichting, hè, want we kunnen die schuld altijd weer herfinancieren. Uh, dus je hebt er eigenlijk niks aan. Maar het belangrijkste is nog wel, is dat. Die staatsschuld die is eh, in bezit bij onze verzekeraars, bij onze pensioenfondsen. Als wij gaan aflossen, dan komen die verzekeraars en die pensioenfondsen, die krijgen dan ja, cash geld binnen. En dan moeten ze er ergens mee naartoe. Dus moeten ze naar aandelen of misschien wel naar Italiaanse staatsschuld. Want in Nederlandse staatsschuld kunnen ze het niet meer kwijt. Dus we snijden ja, dus, onszelf in de vingers dus eigenlijk. We snijden onszelf in de vingers. Staatsschuld heeft echt nog een hele andere belangrijke functie. En dat is gewoon zorgen voor beleggingsmogelijkheden voor pensioenfondsen bijvoorbeeld. Blijft nog over. Lastenverlichting cadeaus uitdelen. Ja, dat, daar... dan maar, ja. uh, dat kan maar, voor 8 miljard? Dat kan, uh, dat is toch een heel aardig bedrag, hè? pak een beetje 1000 euro per huishouden. Misschien die 1000 euro van, uh, van Rutte, die krijgen we dan in het volgende kabinet uh, terug. Dat zou je op allerlei manieren kunnen doen. btw kan omlaag, de tarieven kunnen uh, omlaag, de inkomstenbelasting. Wat wil jij, wat heeft je voorkeur? Nou, het, het allermooiste zou zijn als we het belastingstelsel enorm zouden kunnen vereenvoudigen, weer overzichtelijk kunnen maken. Um, en dan is het altijd zo, hè, als je zo'n belastingstelsel, als je daar heel radicaal in gaat snijden om het begrijpelijk en overzichtelijk te maken, zijn er altijd groepen die uh, verliezen. Bijvoorbeeld zelfstandige aftrekken, afschaffen voor ZZP'ers, die verliezen dan. En wat hebben we dan? We hebben een potje van 8 miljard, waarmee we al die verliezen aan koopkracht bij bepaalde groepen kunnen wegpoetsen. En dan hebben we en de lasten verlicht. En een schitterend nieuw belastingstelsel. En dan zijn we eigenlijk af van die heffingskortingen en die boksen. En dat hebben we dan allemaal niet meer. Nou, in ieder geval die, die, die hele nare dingen... zoals de inkomensafhankelijke heffingskortingen en dat soort dingen... waardoor meer werken niet meer loont en de armoede valt en, en al dat soort dingen. Daar kunnen we dan, daar kunnen we dan echt vanaf. Uh, dus dan heb je niet alleen gewoon 1000 euro per huishouden weggegeven. maar ook allerlei andere negatieve effecten van de complexiteit van nu is dan weg. Dus de methode heeft. Fransman: 2 miljard naar onderwijs. 8 miljard naar uh, herziening van het ja. belastingstelsel. en compensatie voor de groepen die daaronder lijden. Maar we hebben ook uh, aan onze kijkers en u gevraagd. wat u graag zou willen met die 10 miljard. Kijk eens aan: toch 32% wil keurig die staatsschuld aflossen. Ja, ja nee, dit is natuurlijk een week dat Mensen denken. Over de staatshuishouding, alsof het een huishouden is. Nee, alsof het een huishouden is. En voor huishoudens geldt, nou, schuld aflossen, weet je, daar is nog nooit iemand arm van geworden, is altijd goed. En dat klopt, voor huishoudens klopt dat. En voor overheden klopt dat tot een bepaald niveau, tot die schulden uh, laag zijn. En, nee, nu, we hebben die regels ervoor, hè, tot 60% van het bbp. Tot daar moet je aflossen en daarna niet meer. Want anders gaat de rente gaat alleen maar naar beneden. Je brengt pensioenfondsen en verzekeraars er echt mee in de, in de problemen. Dus aflossen staatsschuld is echt geen goed idee. Helder. Tot slot wel nog één belangrijk punt. Want even voor de goede orde: het geld stroomt nu nog niet binnen hè, in Den Haag. Want dat overschot is er nu alleen nog. Op papier. Hoe zit dat? Ja, nou ja, dus die, die grafiek die je net liet zien, dat is zogenaamd seizoens gecorrigeerd. Uh, dus hè, elk kwartaal komt er geld binnen, komt er geld uit en dan uh, moeten ze een beetje corrigeren voor het seizoen. Want in het eerste kwartaal krijg je allemaal nabetalingen binnen van belastingen van het, uh, van het vorige kwartaal. En in het tweede kwartaal moet er vakantiegeld betaald worden, dus zijn de uitgaven ietsje hoger. Dus het CBS corrigeert daarvoor. Uh, maar die trend die is echt uh, heel duidelijk. De economie groeit, er komen heel veel banen bij. Nu is het alleen nog overschot wordt alleen maar groter. Nu is het alleen nog een papieren werkelijkheid. Maar jij verwacht dus dat we in de rest van het jaar echt gewoon ja. miljarden euro's gaan ja. overhouden. Als er geen grote crisis is met Deutsche en met Brexit en zo, dan heeft het volgende kabinet nog meer te besteden dan die 10 miljard.